Ik heb het boek al meerdere keren gelezen en elke keer weer als ik het lees word ik zo blij ervan. Ik krijg zo'n warm gevoel in mijn buik. Elke keer als ik me dan iets minder goed voel, dan pak ik dat boek en dan ga ik dat weer lezen. Ja, ik kan er gewoon echt heel erg lang over door blijven praten, maar het is gewoon een heel goed boek. Het is niet heel erg ingewikkeld, maar toch zit er wel ook een politiek randje aan. Het is gewoon heel erg interessant om over te lezen en een nieuwe wereld. Dus het is niet zeg maar in deze wereld, maar echt een fantasiewereld en dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Er zijn zoveel mooie boeken, kleine boeken, grote boeken, boeken met plaatjes, boeken met veel tekst, oude boeken, nieuwe boeken, Griekse boeken, Latijnse boeken, Engelse boeken, Franse boeken. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Waarom ik het zo mooi vind en waarom jij het moet lezen, er is heel erg poëtisch geschreven en dat is prachtig. Het is ook een bewerking van Homerus. Ja, ik wil dat iedereen moet lezen, het is van Griekse mythologie uit. Het is ontzettend schattig. Het gaat over een jongen en hij wordt verliefd op een andere jongen via e-mail, maar ze weten niet van elkaar wie de ander is. En ik zou het iedereen aanraden om het te lezen, want het is zo genieten. I was really curious to see what would happen if our second chance at life on Earth was led by teens. So that was the question I wanted to explore, and it gave me a lot of hope for my fictional world and for our world. Izzy lives with her grandmother and a sausage dog named Dumbledore, and together they try and sort of fix everything that has been broken by this sex scandal that Izzy has found herself part of. I just think it's a really important message to share, especially in a time like this where we're all talking about Me Too, we're all talking about how powerful men should be held accountable for their actions. I really wanted to use a lot of humor as well to tell the story because I didn't want readers to feel preached at. This is a really great way to make a serious issue accessible. Het gaat over het volgen van de menigte zonder erbij na te denken of juist het opstaan voor je eigen idealen. Het gaat over gevechten om niks. Ik wilde daar iets over zeggen en dat heb ik via mijn boek gedaan. Daarom vind ik eigenlijk dat het een boek is dat iedereen moet lezen. I wrote it because I think we all experience the phenomenon of time being money. And so I wanted to explore what it would be like if that were a concrete truth rather than an abstract one. And I really hope you enjoy it. I wrote the book because I saw a documentary when I was 15 years old about the death penalty, and I was so affected by it that it hasn't been able to get out of my head. But it's the story that I've wanted to write for the longest time, and I just didn't know how to do it. Read this book, don't cry too much. My mummy wrote this book, and I hope you should read it because it's really good, and my mummy wrote it. A lot of people describe the series as a mix between Harry Potter, Lord of the Rings, and Pokemon. It's about an orphan boy who discovers he has the ability to summon demons and ends up going to a magical military academy. There's lots of fighting, political intrigue, there's elves, orcs, and dwarves. And yeah, it's a New York Times best-selling series, and I hope you give it a try. Thank you. I've never read a book with people who look like me. So it was really fulfilling to write a fantasy not only with people who look like me, but full of my Nigerian heritage. So they're wearing headdresses, they're wearing dashikis. And so I feel like this book is helping us to create change. And that's really amazing. So I hope you like it. I say it wrong in Dutch. I think it's bloed en beenderen. But yeah, I hope you enjoy it. People here are really liking it. So that's been exciting.